onder het nieuwe reuzenscherm op Sclessin. Gregory Christ. Een kansje voor Charleroi. Brio legt hem af. Gediura, goede voet zoeken. Cagé dan maar. En een fikse pegel. Net naast de voer. Dat is een goede bal op Dalma. Controle van Wilfried Dalma. Een Bocani is achterin gebleven. Daar is hij. Een Bocani koppen. In de handen van Chabert. Dat leek me slecht ingegooid. Witzel. Een Bocani. Een Bocani wurmt zich voorbij. Jawel! Milan Jovanovic. Het is min of meer de eerste bal die hij goed raakt. En dat weet hij zelf aan zijn vreugde- en woedeuitbarsting te zien. Nu is het Dieu die het kusje krijgt. En dat is terecht. Want geweldige assist bij Charleroi. Een beetje aan het slapen. Want Standaard had het zeer, zeer moeilijk. Begin bij de voer. Goed bezig. Witzel. Een Bocani. Kéré afgetroefd. En daar is Jovanovic. De voorbije drie wedstrijden met inzet won Charleroi tegen Standaard. Nu staan ze 1-0 achter. Dankzij deze twee heren. Vooral de linkse. Bocani weer geveld. Kéré. Charleroi voetbal door. Met Oulmers en Habibou. Habibou. Wat een doelpunt. Wat een doelpunt. Het is 1-1. En natuurlijk heel Sclessin woest. Omdat Dieu merci en Bocani daar nog steeds geveld ligt. Standaard na de goal sterker geworden. Maar over het hele eerste half uur is de 1-1 niet onterecht. Hier gebeurt het. Zeker geen zware overtreding. Kéré wint het duel, verbist laat doorspelen. Dan hoeft Charleroi niet te stoppen. Dat zijn de regels. En hij krult hem heerlijk binnen. Kijk maar eens. Habib Habibou. 1-1 na 29 minuten. De winkelhaak. De er even af. Met 1-1. Hij die voor 1-0 zorgde. En hij boos. Carcella. Een Bocani. Dat is goed gespeeld van een Bocani. Dalma gaat. Witzel moet hem geven. Witzel geeft hem perfect. In de loop van Dalma. Dalma mist hem. Goed van Dalma. Daar is de voer. De voer. Een Bocani. Een Bocani. En een enorme save van Chabert. Cédric Collet. Jovanovic met het handje. Wil die bal. Daar is Jovanovic. Daar is ook Chabert. Beste actie van Collet. En een goede kopbal van Jovanovic. Kijk, hier het handje. Beetje voorzichtig. Koppen is niet zijn sterkste punt, maar doet het heel goed. Gidiura, daar zit de voer tussen. Jovanovic vraagt, maar stond buitenspel. Dit is geen buitenspel. Een Bocani. Goede redding van Chabert. 23e minuut, tweede helft. De Franse doelman doet wat hij moet doen. Sterk bezig vandaag. Maar dat is een te korte terugspeelbal. Moet het worden? Afleggen, nee, een Bocani, hij mist hem. Ongelooflijk. Standaard speelt met zijn geluk. En Dieu merci, een Bocani, zo onbaatzuchtig als hij was. Bij het doelpunt van Jovanovic, hier moet hij hem altijd afgeven. Dit is knoeien, knoeien, knoeien. Hier de kans waar het mee begon. Geen buitenspel, goed werk van de lijnrechter. En het andere was ook geen buitenspel, uiteraard. Want dat was een terugspeelbal. Ja, ja, Dieu. Ja, Jour houdt binnen. En blijft voetballen. Pereo, ja, Jour. Ja, Jour, nog steeds. Ja, Jour. En wat doet Verbiest? Hij legt hem niet op de stip. En dan hebben wij een herhaling nodig. Hier is Jour. Daar is Mangala. Hij heeft wel een beetje vallende ziekte. Maar er is zeker een hand op het shirt van Jazour. Wat makkelijk neer, dat wel. Dit moet zowat de laatste bal van de match zijn. De voer krijgt nog een kansje. Bal voorgebracht. En daar de Camargo. Controle wijd uitgesponnen. Dufer in het pak. En dan gaan ze neer, maar Verbiest fluit niet, fluit wel.